Lieve mensen, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, als jullie mij liken, delen en op mij abonneren, dan steunen jullie mij ook om nog meer video's te maken. En mijn dank hiervoor is groot, want ik vind het hartstikke leuk om dit werk voor jullie te blijven doen. Nou, en vandaag is het schaterdag en op schaterdag willen we natuurlijk humor hebben. En ik hou nogal van humor en ik maak een hoop gekke dingen mee, want ik reis natuurlijk heel erg veel en ik ben gewoon sowieso kom ik uit een familie die overal de humor van inzien. En hoe treurig het soms ook is, kunnen wij daar nog de humor van inzien. En hoe ellendig het ook nog is, kunnen wij er soms nog wel eens de humor van inzien. Want ja, je staat soms anders in het leven en als je ook wel weet hoe het leven ook hoort te zijn eigenlijk en je ziet dan deze gekte, dat stel ik me ook wel eens voor, serieus, als ik een alien ben, ik voel me ook vaak een alien hoor, maar als ik dan ook echt een alien zou zijn van een andere planeet en ik kom naar deze planeet, dan zou ik niet weten hoe snel ik weer weg moet komen als ik deze gekte hier allemaal zie. Dan denk ik, die zijn helemaal doorgedraaid. En ik kijk ook veel te veel films. Ja, veel te veel films. Soms denk ik ook gewoon dat ik in de film zit. Ja, dat ik denk, ik zit midden in de film. Welk film ik nou weer beland? En dan denk ik ook echt dat het dan in die film zit. Of dan stel ik me ook dingen voor die in films gebeuren. Kennen jullie dat? Hebben jullie dat zelf ook wel eens meegemaakt? Dan denk ik, oh nee, dat zie ik in films ook namelijk. Dan denk ik dat dat ook echt gaat gebeuren, weet je wel. Nou, dat soort situaties, dat heb ik nog wel eens vaak meegemaakt. Ik ben inmiddels al een beetje veranderd in dat soort dingen. Ik denk, ik kan nou nog wel de film en de realiteit onderscheiden. Maar dat kon ik vroeger dus niet, hè. Dacht ik gewoon dat ik in de film zat. Nou, in ieder geval, wat heb ik nou weer meegemaakt? Ja, ik woonde in Spanje. En als ik dan op vakantie ging, dan ging ik op vakantie naar Nederland. Want ja, als je in zo'n mooi land woont, met allemaal zon, zee en strand, dan heb je eigenlijk helemaal geen behoefte om veel op vakantie te gaan naar andere landen. Behalve dan naar het land van jouw herkomst, waar je dan je vrienden en familie en kennis hebt wonen. Nou, ik ging dan met mijn zus samen, ging ik dan naar Nederland op vakantie, een weekje of twee weekjes. En dan gingen we allemaal lekkere dingen kopen ook, weet je wel, wat we dan misten in Spanje. En dan ging je terug in Nederland, weet je, zoals je pindakaas en je pindasaus en allemaal dat soort dingen. Nou, onze bagage was ook altijd overbelast. Wij moesten altijd 100 euro meer betalen. Dus het zo proppievol hadden we soms nog een extra koffer erbij gekocht om daar al die spulletjes in te doen en mee te nemen naar Spanje. Nou, mijn moeder natuurlijk helemaal blij als we weer terugkwamen. Helemaal leuk. Nou, maar toen ik naar Nederland ging, ging ik dus bij een vriendinnetje van mij logeren. En die ging dan net op de zelf wonen. En dat was in zo'n buurt in Apeldoorn. Vroeger heb ik in Apeldoorn een tijdje gewoond. Hartstikke leuke stad. Heel gezellig. Moet ik zeggen, vroeger zat ik er altijd op te mopperen hoor. Ik zat altijd op te mopperen. Maar tegenwoordig, als je dan zo de verschillen ziet en je hebt in allerlei delen in Nederland gewoond, dan denk je, goh, Apeldoorn is eigenlijk best wel heel erg gezellig. En waarom? Omdat daar de terrassen eigenlijk altijd vol zitten. Ja? En s'avonds ook. Het is een enorm bruist uitgaansleven heb je daar. En dat zou je echt niet zeggen, want ja, vroeger was dat, wat ik zeg, zat ik er altijd op de mopper en dan wilde ik in Amsterdam wonen, Nou, en dat is ook allemaal niets meer zoals het hoorde te zijn, hè. Vroeger had je in Amsterdam ook een gigantisch leuk uitgaansleven en dat is enorm verbast het allemaal. En dat is allemaal niet meer zoals het echt was. Nou, tijden veranderen natuurlijk ook, maar het wordt ook allemaal wat alternatiever of zo. Ik heb geen idee. Nou, Apeldoorn is in dat opzicht nog niet echt veranderd. Terrassen zitten daar vol, ook was dat een paar weken geleden nog. Nou, daar is het alsof je gewoon op een andere planeet op dat moment zit. Want alles zit vol, hartstikke gezellig. Iedereen is daar toch nog aan het dansen en leuke dingen aan het doen. En ja, hier, ik woon hier in een hoofddorp. Hier is het echt doodzij. Hier na 9 uur, jongens, kun je een bom afgooien. Nog niemand die je hoort. Ja, het is gewoon helemaal niks te beleven hier in Apel, in hoofddorp. Dus dan zie je toch wel grote verschillen. Denk je, nou, Apeldoorn was toch wel leuk. Nou, en ik was echt altijd aan het stappen. Ik ben echt ik hou van stappen. Ik vind het gezellig. Ik hou niet van alcohol drinken. Dat doe ik ook niet. Drugs gebruiken, dat soort dingen. Ja, daar heb ik helemaal niets mee. Daar sta ik echt ver van weg. Maar dansen en kletsen met mensen, dat is echt mijn ding. Ja, dus ik hou van het geklets en gezelligheid. En lekker wat eten en daarna lekker dansen. Ik kon uren op de dansvloer staan. Nou, hartstikke leuk. Maar ik en mijn zus die gingen dus logeren bij dus een vriendin van mij. En zij ging dus in een buurt wonen. Dat je vroeger zei van als je jong was, dan moest je niet in die buurt komen. Want dat was gevaarlijk. Want de verkrachtingen,
die vlogen om je oren daar, zeg maar. En in inbraken en weet ik het allemaal. Dus het was een beetje de achterstandsbuurt. Nou ja, niet eens achterstandsbuurt. Het was een beetje de zuidoost van Amsterdam. Ja, dat was dan daar in Apeldoorn. Dat heette Zevenhuizen. En daar moest je gewoon niet komen toen de tijd. Weet niet hoe dat inmiddels is veranderd of zo. En zuidoost is ook gelukkig niet meer zo ernstig als dat het vroeger was. Maar ja, dat was gewoon geen prettige buurt voor meisjes. En zij ging daar dus op zichzelf wonen. Ik denk dat we al een jaartje 18 of 19 of zo waren. En mijn vriendin die ging dus in zo'n flat wonen. En ik was dat niet gewend, zo'n flat. Want ja, we hadden dan natuurlijk wel appartementencomplexen in Marbella. Maar dat was allemaal anders. En daar had je niet dat je moest bellen en dan beneden ging er dan een deurtje open of zo. Dat tegenwoordig dan wel is wel weer wat veranderd. Maar je moest eigenlijk echt naar beneden toe om diegene binnen te laten. Dan had je niet echt die telefoontjes. En dus ik was dat niet gewend daar in die flat. Nou, wij waren donderdagavond hartstikke gezellig. Zijn we gaan wezen stappen. En de volgende ochtend moest die vriendin van mij moest promotiewerk doen. En je kent het wel van het promotiewerk, dat je iets moest aanprijzen, hè? Iets moet promoten. Ik bedoel, de een doet koffie promoten en de ander werkt op een beurs als hostess of weet ik veel wat. Nou, dat soort dingen. Nou, dus 's ochtends vroeg om 7 uur moest zij de deur al uit. Nou, wij hebben die avond hebben we heel hard gefeest en we waren om 5 uur of zo thuisgekomen of 5:30. Nou, haar ging om 7 uur de wekker al, dus ik lag helemaal in coma, knock-out, met mijn zus samen nog aan het snurken. Nou, en toen ging de bel. Tring! Nou jongens, ik moet het echt eventjes aan jullie voordoen, ja? Nou, dus kan je het je voorstellen zo, up in de pyjama? Ja, ik lig te snurken in dat bed met mijn zus. En 's ochtends gaat dus die bel om 7:15. Ja, nou, ja, mooie pyjama, oké. Ja, lekker warm. Ik zie er nu heel anders uit, hè, als ik slaap. Hè. Je weet wel, nu getrouwd, je kent het wel. Moet heel sexy aangekleed zijn. Dus loopt er nu anders bij, hè? Maar in ieder geval, ik lig dus in die kamer en er gaat de bel. En ik zeg nog tegen mijn zus, is dat meisje, dat is daar, is denk ik de sleutels vergeten, weet je wel. Dus ik zeg, word even wakker. En zegt ze, doe maar even die deur open. Dus ik ga naar bed. En de oudere zus doet het jonge kindje altijd opdracht geven, snap je natuurlijk wel. Nou, en dus... Hier is dan die slaapkamer. En als je dan zo eruit loopt, heb je hier dan een gang. Daar heb je dan de voordeur. En daar heb je dan een hele lange gang. En dan heb je daar nog een slaapkamer. En als je hier dan gelijk naar links gaat, dus door die gang heen, dan heb je daar de woonkamer. Maar wat ik dus niet zag, is als je deze kant op gaat, en dan kon je hier bij de voordeur, had je ook nog een klein poortje, zeg maar, naar rechts. Een deurtje. Daar was er niet echt een deur, maar een poortje naar rechts. En dan kon je in de keuken komen. Maar dat heb ik helemaal niet gezien. Dus ik ga in mijn verslapen hoofd, zo helemaal verwilderd, ja. Ga ik zo moe naar die voordeur toe. Maar er stond niemand bij die voordeur. En die bel ging maar. Ik denk, oh, wacht even. Dat is die telefoon natuurlijk. Dus ik moet naar die telefoon toe. En ik ga naar die telefoon. En ik zeg, hallo? Hallo? Nou, niemand zegt er iets terug. Ik denk, nou ja, druk maar op open, weet ik veel. Ik druk op open, dus ik denk, ze komt vanzelf wel naar boven toe. Die is misschien de sleutels vergeten. Dus ik hang weer op en ik ga weer terug naar mijn bed. En ik lig er net weer in om te gaan snurken. En gaat weer die bel. Ik moet even weer die deur. Ik denk, het is weer bij die telefoon. Hetzelfde soort bel. Dus ik pak gelijk die telefoon en ik zeg, hallo? Hallo? Nou, en ik hoor ineens geritsel aan de deur. Ik denk, oh, ze staat voor de deur. Ik zal die deur eens open gaan doen. Voordat ik die deur open doe, ja, zie ik ineens dat de twee van die stangen, ja, dat leek op een loop van een geweer, door die brievenbus heen geduwd werd. Maar echt met geweld. Echt zo er doorheen, weet je wel. En toen kwam het moment dat ik dacht dat ik in de film zat. Dus ik zie de loop van een geweer. Dus ik denk, wat de F, ze willen op me schieten. Ja, ik heb al die verhalen van Zevenhuizen gehoord. Ik denk, dat is levensgevaarlijk hier zo. Ik denk, weet jij veel wat ze op de kerk verstopt hebben? Dus ik wilde dus net die deur open doen, maar ik denk, ik moet rennen. Dus kun je je voorstellen, ja, zoals ik er nu dan uitzie. Ik zie de loop van een geweer en ik voelde de kogels al in mijn rug. Hè? Ik denk, die gaan op me schieten. Ik zeg, levensgevaarlijk. Dus
in die slaapmodus dat ik nog zat, kon ik dus nog heel snel nadenken. En ik denk, ik moet gaan rennen. Ja, dus, kun je zo... dus ik ren en ik ren niet zomaar rechtuit. Nee, ik ren zigzag. Ik denk, daar kennen ze me niet raken. Dus kun je je voorstellen, ja, degene die aan de andere kant zit, die weet niet wat er achter die deur afspeelt. Dus ik ren en ik ren zo. Ik ren zo snel mogelijk die woonkamer in, zo weet je wel. Achter de deur van de woonkamer stond ik zo. Ik dacht, ik voelde de kogels al in mijn rug, hè. Serieus. Ik dacht, nou, die hebben die. Ik dacht, ik leef nog. Dus na een kwartier, 20 minuten, kwam ik weer achter die deur vandaan. Ging ik naar mijn zus nog met knikkende knieën. En mijn zus hoorde ik alleen maar roepen. Hallo, is daar nog iemand? Die Laila, waar ben je nou? Waar ben je nou? Niet even komen kijken of zo. Nee, die blijft gewoon stijf in de bed liggen. En wachten tot ik weer die kamer in kom. Dus hallo. Ik zei geen kik meer natuurlijk. Ik was even mijn hele stem kwijt. Dus ik kom die kamer binnen van haar. En ik zeg, ik ben gek. Ik zeg, ik ben gek, sluit mij maar op. Ik zeg, het is helemaal gedaan met mij. Ik zeg, dat wordt niks meer. Ja? Dus zij zegt, wat dan? Wat dan? Wat dan? Wat is er gebeurd, zegt ze, weet je wel. Ik zeg, nou, ik spoor niet hoor, zeg ik zo tegen haar. Ze zegt, wat dan? Nou, denk je nou wat er is gebeurd, ja? Is het de postbode die van die posters moet brengen, want dat meisje doet van het promotiewerk en dat past er natuurlijk niet beneden in de brievenbusje, dus dat moet boven door de brievenbus heen. Maar wist ik veel, ja. Ik zie twee van die grote dingen van die stangen naar binnen geshort worden. Het leek echt levens echt op een loop van een geweer. Dus zat ze daar met die posters en die man die dacht waarschijnlijk gewoon niet dat er niemand thuis was. Dus die stopte dat gewoon door die brievenbus heen. Nou, ik heb en mijn zus echt, nou ik lieg niet, 3 uur lang achter elkaar zitten lachen. We lagen helemaal dubbel. Ik zeg, als die postbode toch had geweten wat er achter die deur toch afspeelde. Ik zeg, je ziet heel vaak van die filmpjes allemaal wat zo'n postbode allemaal wel niet meemaakt. Met blaffende honden en honden en weet ik het allemaal, of dat ze vallen of dat er iets gebeurt. Maar hebben ze eigenlijk ook wel eens filmpjes gezien wat er achter die deur wel eens kan afspelen van postbodes? Dat mensen denken, nou, ze wordt misschien ingebroken of zo. Dus in ieder geval, dat is dus een verhaal van mij. Dus er was niks aan de hand, er is niet echt op mij geschoten, maar ik dacht wel dat er op mij geschoten ging worden. Ik kijk gewoon te veel films. Ik denk, er gaat gewoon hier in 7 huizen, in een flat, waar ik helemaal niet mocht komen vroeger toen ik klein was. En ik denk, ja, er gaat iemand op mij schieten. Dus. Nou, dat was dus mijn verhaal. Ik hoop dat jullie net zoveel gelachen hebben als ik. Ja, en ik slaap nu niet meer echt zo, hè? Nee. Ik ben nou getrouwd, je kent het wel. Hè? Dan slaap je er sexy bij, toch? Hè? Dan zie je er een beetje zoiets uit, hè? Zo, toch? Nou, lieve mensen, geloof me. Zo slaap ik echt niet meer, hoor. Ik bedoel, zo slaap ik sowieso nooit. Ik ben een koukleun wat dat betreft, 's nachts. Ja, ik heb altijd koude schouders. Omdat mijn man heeft het altijd bloedheet. Dus de ramen bij ons staan altijd, is het min 20 open. En dus ik heb gewoon zo'n jurk aan. En ja, zo kom ik binnen voordat ik naar bed ga. Tuut, 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 tuut. Kijk eens hoe ik eruit zie. Shalalala. En als hij slaapt, ja... Dan kleed ik me om. Dan zie ik eruit als een Eskimo. En dan, heerlijk, ja. Ook in de winter, jongens. Ik heb gewoon lekker warm, elektrische deken in mijn bed. En dan het liefst nog een deken eroverheen. Dat het gewoon broeierig warm is. Onder de deken. Dus als je bij mij hebt, verbrand je poot. Ik zweer je, je verbrandt je poot aan mijn bed. En dan denk ik, heerlijk. En dan is het daar buiten lekker cool, weet je wel. Lekker cool, alle ramen staan altijd lekker open, lekker luchtig. En dan onder mijn deken is het bloedheet. Dus dit is alleen voor de sfeer.
Ja? Zo slaap ik echt niet meer hoor. Nee, zo heb ik trouwens nooit geslapen. Ik heb het altijd, altijd kous gehouden. Dus ik slaap altijd in een t-shirt. Heerlijk. Nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie lekker gelachen hebben. Een beetje humor, een beetje gekkigheid. Jongen, we moeten allemaal kunnen. Heerlijk. Af en toe ook wat sarcastisch humor mag ook. Hè? Als het allemaal maar binnen de beperkingen blijft. En dat het nog leuk is en vriendelijk blijft. En ja, als er af en toe eens iemand geks valt, joh, dan moet je ook wel eens lachen. Maar ik heb genoeg verhalen in ieder geval om te vertellen. Nou, dikke kus. En ja, zijn jullie nog geen abonnee? Druk dan alsjeblieft hier beneden op de knop op abonneren. Abonneer op mijn kanaal, zodat jullie geen video's missen. Want er komt nog zoveel meer leuks aan. En hiermee steunen jullie ook mij. Hè, om dat te liken en te delen. Dat ik nog meer leuke video's voor jullie kan maken. Nou, dikke kus. En ik hou van jullie. Heel veel liefs. Mwah! Doei!